En dan is die blokkade toch te groot om normaal te kunnen functioneren. Wel wil ik vragen, ik wil nog wat ondersteunen, om hier de gat te vallen en hier en daar wat hulp te bieden. Hier en daar wat hulp te bieden. En om onze dank een beetje kracht bij te zetten, hebben wij een Oosterhout geschenkje voor jou. Kijk. En overhandigen wij hierbij. Ja. Nou, bedankt voor de attentie. Ik heb 4 jaar in Moesek toch behoorlijk getrokken aan de heemkundekring. En we hebben dingen bereikt en er is nog veel meer te bereiken, denk ik. Het is ook niet dat ik een hekel aan jullie heb of aan de vereniging heb dat ik ermee stop. Maar het is gewoon een combinatie van allerlei dingen. Verplichtingen, andere bestuursfuncties, kinderen in het buitenland, maar ook plannen en ambities aan, dat ik het gewoon niet meer kan combineren. En de combinatie van en voorzitter en secretaris kost wel veel tijd, vooral het secretariaat kost veel tijd. En ik ben in die zin redelijk perfectionistisch, dus ik doe het niet half, ik doe het helemaal of ik doe het niet. En het helemaal doen, dat kost gewoon te veel tijd in combinatie met andere zaken. Het is wel jammer dat wij onder de 180 leden, weet ik wel, een groot deel van de 180 leden zijn oudere mensen. En we hebben wel wat mensen benaderd de afgelopen jaar, omdat ik gezegd heb, ik blijf het niet combineren. Dat is ook niet goed, voorzitter en secretaris. Dus we vinden of een nieuwe secretaris of een nieuwe voorzitter, hebben we niet gevonden. Dat is wel jammer. Het is overigens wel een trend in deze tijd. Veel verenigingen hebben hetzelfde probleem. Steeds minder mensen zijn bereid om een besturende functie te vervullen. En misschien moet je dus meer in de richting uit van tijdelijke klussen. Omdat mensen vaak ook wel bereid zijn tijdelijk in een commissie te gaan zitten, maar zich niet structureel binden aan het bestuur. Ik wil niet zeggen dat ik niks meer doe. Voordat ik in het bestuur kan riepikken, waar we met de structuur bezig. Die themengroep bevolking, dat vind ik de mooiste themengroep, dat is de breedste. Dat zou wel iets voor mij zijn, misschien ga ik dat alsnog doen. Ik heb in ieder geval al gebonden aan de commissie Bevrijding, 70 jaar Bevrijding Oosterhout. Met Martin, met Jos en Nico. Om werk te maken van 30 oktober, 70 jaar Bevrijding Oosterhout. Dat gaan we nogal breed opzetten. Dus ik ben niet weg.